De Niewin heeft een wagen met volledige uitrusting voor filmprojectie ten geschenke gekregen van de Nederlandse Bioscoopbond, afdeling Den Haag. De heer Gielissen draagt de sleutel van de auto aan de generaal-majoor van Dijk over, die daarmee de beschikking over de wagen aanvaardt. De auto is toegerust met een moderne apparatuur voor normaal film. Het filmdoek kan in de buitenlucht worden opgesteld terwijl de projectie van de auto uitgeschiet. Zeer belangrijk is dat de wagen door middel van een aggregaat zelf de benodigde wisselstroom van 220 volt kan opwekken, zodat men onafhankelijk is van andere stroombronnen. Een draaitafel met pick-up installatie voltooit de inrichting. De jongens in de Rimboe kunnen zich alvast verheugen. De bioscoop komt eraan.